KPO Land is een grote poplantenbedrijf. We zijn een familiebedrijf uit 1950. Mijn opa is begonnen met het bedrijf en daarna zijn zijn zoons het bedrijf ingekomen. En wij zijn nu al de derde generatie. Wij kweken Spatifilum, Calangewee en Kurkuma. En daarbij ook een nieuwe productlijn met groene planten opgezet. Wij doen niet alleen kweken, wij vermeerderen en veredelen ook onze eigen rassen. Nou, dat is vooral een betrouwbaar systeem. Het geeft voor ons vertrouwen om de volledige regeling van het klimaat van de kassen door Priva te laten sturen. En dat geeft ook een heel veel rust. Ik denk zonder Priva zou je niet zo geautomatiseerd kunnen kweken zoals wij dat nu doen. Op het moment de uitdagingen binnen het bedrijf, dat zijn toch wel de energie. Zorgen dat je efficiënt met de producten, met de natuur omgaat. Waterkwaliteit, nou gelukkig hier in het Westland is dat geen probleem. Maar ook moeten wij gewoon zorgen dat wij goed met onze water en onze middelen omgaan. Met name de kennis van de teelt. Nou, je ziet door digitalisering, door registratie, probeer je eigenlijk steeds meer data over je teelt te weten te komen. Ja, hoe mooi zou het zijn als je straks een teeltrecept hebt met daarbij een USB-stickie van doe deze maar in je computer en ga de planten maar kweken. Allereerst wil ik Priva en Royal Brinkman bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren. Wij zijn als bedrijf, als KPO Land, gegroeid zoals we nu zijn, maar dat doen wij niet zonder al onze partners. Nou, en daar is Priva er zeker één van. Dus bedankt voor de afgelopen jaren en op naar de mooie toekomst.